zalig, ja. Vertel nu een keer echt, wat is er gebeurd vandaag? Twee visjes gevangen. Eigenlijk een beetje onverwacht. Het is redelijk lap op de dijr. In eerste lucht er drie gingen zijn. Dat was een pronostiek. Pronostiek was drie stuks. Wacht nog op één. Wacht dan nog op eentje. We hebben nog twee nachten te gaan. Dus het vertrouwen is hoog. Het vertrouwen is hoog. Ja. We gaan er nog uitkomen. Twee mooie vissen. Ah ja, we moeten nog foto's pakken. Geen uitzetters. 17 kilo en nog een dat moeten wegen, maar volgens mij gaat hij boven de 15. Ja, tegen de 15. Het is misschien nog interessant om te weten dat we hier eigenlijk niet konden vissen. Het was not done en hier was geen plaats en het was niet te doen. Zo is het dus al een paar maanden. Dus tuurlijk, wat doen we dan? Vissen. Maar we hebben onze vis gevangen. Hè. Ja. We zullen niet meer afpakken. Dat is waar. Zo. Straks bolletjes drogen, lijntjes er liggen en afwachten. Bijslapen. En een koffie ook. We'll be right back.
de eerste nacht kregen we direct beet op de voerstuk. Ik al na 2-3 uurtjes vissen. Die is spijtig genoeg gelost. En dan kreeg je van voor ook in het kantje een beet. Ook niet boven gehad, waarschijnlijk van die kleine schoepjes. Vannacht was het rustig. En nu ziet het er naar uit alsof het gaat beginnen regenen. Dat er een weersomslag gaat komen. Dus dat is wel oké. Alle lijnen liggen goed. Aas is ververst. Gisteren zijn er nog wat bolletjes op de voerstuk gegaan. Dus nu is het afwachten. Thank you.